Frankrijk dit jaar? Ja, ja hoor, Finland en Zweden. Water, wat zou dit zijn? Ah, daar is hij, Waterloo van ABBA. 1974. En ja, ze wonnen en een waanzinnige carrière daarna. Ja, ik kom het vliegtuig al aan. Ja, en dit is onze eigen Ruud Chacot. Nee, Ed Celia Romley met Hemel en Aarde. Dus het vierde. Dat was heel goed voor Nederland in 1998. Kijk, vroom vroom. Gaat de auto. Ja, het zit één riedeltje in. Dit moet Celine Dion zijn. De vraag dit was al, maar weinig mensen weten dat ze op het Songfestival was begonnen. Dat won ze ook nog in 1988 in Dublin. En ze zong voor Zwitserland. Ja, nou, daar gaan we hoor. Eurovision, douze poem. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend chauvinistisch. Dus wat had ik het Nederland gegund om in de finale te staan? En vooral omdat ze, nou ja, na alle kritiek van een paar weken geleden het gewoon heel goed gedaan hebben. Maar helaas, ja, en de 12 punten mag je toch niet aan je eigen land geven. Die gaan naar een ander land. En er zijn een paar hele goede dit jaar. Zweden zal waarschijnlijk wel gaan winnen. En anders Finland, vind ik allebei heel goed. Italië is heel mooi. Maar helemaal persoonlijk gaan mijn 12 punten naar Frankrijk. Dus ja, dan klopt de vlag toch nog een beetje.